President Desiré Bouterse heeft vandaag in de Nationale Assemblée de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017 aangeboden aan de voorzitter. Het staatshoofd gaf daarna een korte uiteenzetting van de ontwerpbegroting. Zo gaf hij aan dat het totaal van de geraamde overheidsinkomsten 6.967.300.000 SRD. De geraamde uitgaven bedragen in totaal 8.145.700.000 Surinaamse dollars. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van 1.178.400.000 Surinaamse dollars. Dit tekort is gelijk aan 4% van het bruto binnenlands product. De regering zal uit eigen middelen met het bedrag van ruim 5 miljard SRD inkomen om de operationele uitgaven en programma's van het uit te voeren beleid en projecten te financieren. Ruim 3 miljard SRD zal uit leningen en andere financieringsbronnen worden betaald. Het staatshoofd ging ook in op de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar. Worden deze onderverdeeld in de directe belastingen groot 1.013.000.000 Surinaamse dollars. Indirecte belastingen ten bedrage van 1.965.000.000 Surinaamse dollars. Niet belastingontvangsten voor 953.000.000 en 100.000 Surinaamse dollars. Overige financieringsbronnen voor het totaalbedrag van 3.035.700.000 Surinaamse dollars zijn de leningen en schenkingen. Het totaalbedrag aan belastingen en niet-belastingmiddelen komt neer op 3.931.500.000 Surinaamse dollars. Aldus president Desiré Bouterse vandaag in de Nationale Assemblée bij de aanbieding van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017. Het begrotingstekort is meer dan 1 miljard SRD.